Dames en heren, daar zijn we weer. De Grand Prix van Mexico staat op het programma hier in onze F1 2021 Career Mode. Maar eerst kunnen wij een nieuwe sponsor toevoegen. Helaas zijn we nog net geen level 15. Dan kunnen we weer een sponsor toevoegen. Misschien dat we eindelijk eens iets uitdagenders kunnen pakken. Wat ook meer geld gaat opleveren. Nou, of toch niet. Want het is nog steeds beantwoord 4 interviewvragen. Krijg je 2,78 wekelijks inkomen en 405 bonus. Er zijn maar 3 andere sponsoren die meer bonus geven op het moment dat je het doel behaalt. Maar dan moet je of 10 constructeurspunten in 1 weekend scoren. Of 4e of beter kwalificeren. Nou, dat lukt ons ook zeker nog niet. Niet standaard in ieder geval. Of je moet zelfs 15 punten scoren. Dus de enige die dan enigszins het risico waard zou zijn, zou die van 10 constructeurspunten scoren. Die andere 2 zijn toch niet te halen. Maar dan krijg je 13.000 meer voor het behalen van het doel. Alleen je wekelijkse inkomen is 17.000 lager. Je moet het dan eerst nog maar eens halen. En als je het haalt, ben je alsnog slechter uit. Dus dan pakken we toch maar weer het beantwoorden van de 4 interviewvragen. Ja, misschien een beetje saai, maar ja, de game geeft mij dit. Verder is maar een korte week tussen de Grand Prix van de Verenigde Staten en van Mexico. Simpel gezegd, we hebben maar 2 dagen, dus we kunnen eigenlijk niet zo heel veel doen. Qua ontwikkelingen hebben we eigenlijk bijna alles al veilig gesteld. En we pakken echt wel veel resource punten, echt een stuk of 1500 per weekend. Dus ik geloof het nu wel dat dit goed gaat komen voor de aerodynamica. Dus ik ga gewoon weer een upgradeje doen aan de aandrijflijn. We hebben namelijk 65% korting op deze ontwikkeling en die komt dan nog voor Australië binnen. En we hebben echt even wat meer van de engine nodig. Want die is echt bizar slecht. Het is ook een grote ontwikkeling, dus dat is lekker. Verder hebben we ook nog een grote upgrade aan de aerodynamica die we kunnen doen. Die is er wel pas voor Australië. Overigens wel leuk dat Australië hier achteraan zit. Dat was origineel denk ik de planning. Heeft het uiteindelijk niet gehaald in het echt. Dat was natuurlijk vroeger altijd de eerste Grand Prix. Het maakt niet uit of je hem haast of standaard doet. Dat boeit niet. Dat komt toch pas voor Australië. En dit is maar 20% faalkans. Dus we gaan gewoon voor die standaardontwikkeling hopen dat die goed gaat. En dan hebben we nog resource points over. En daarmee curen we even alles wat we nog veilig moeten stellen. Dat is dan nog 1 upgrade op de aerodynamica. Die kan ik nu niet betalen, maar dat komt wel goed. En we hier ook nog wel een paar bij de duurzaamheid doen, zo te zien. Ik heb nog 211 resource points. Hup, klappen we er ineens nog tegenaan. Nou, ze zitten op een goede weg. We moeten er nog 5 bij de duurzaamheid veilig stellen en 1 bij de aerodynamica. Nou, dat gaat allemaal hartstikke goed komen. En dan kunnen we die gewoon lekker volgend jaar meenemen het volgende seizoen. En verder ga ik hier ook nog even, denk ik, kwaliteitscontrole van de aandrijflijn upgraden voor 4 miljoen. Is wel veel geld, maar dan wordt die ook level 2. Dan kunnen we hier ook ontwikkelingen gaan haasten. Ik denk wel dat dat waard is. Simuleren we door en is het dus tijd voor de Grand Prix van Mexico. We hebben geen upgrades gedaan. Ik denk bijna niemand. Oei, de race begint in de regen en eindigt in de droog. Dat wordt spannend. Al is dit een benadering, hè? Het zou ook anders kunnen zijn, maar dit klopt denk ik ongeveer wel. 84% is wel heel veel. En je ziet ook inderdaad dat eigenlijk bijna iedereen stilstaat, behalve denk ik een kleine upgrade voor een aantal teams. Ferrari, Red Bull. Oh, het is daar bovenin bij die 4 teams zo ontzettend spannend. Niet normaal. We gaan het zien wat het kan opleveren. Het vorige race was een evenaring van ons beste resultaat dit seizoen, een 4e plaats. De vraag is, hier in Mexico kunnen we eindelijk dat eerste podium pakken? Dat zou toch echt fantastisch zijn. We gaan het zien. We beginnen zoals gewoonlijk weer met heel veel resource points. En dat is lekker. Brengt dit totaal weer over de 2000. Daar kunnen we weer wat mee. En ook met die 9 kortingen die we vrijspelen, kunnen we blijven doorontwikkelen aan onze auto. Met oog ook op volgend seizoen. Als we dan beginnen aan de kwalificatie hier in Mexico. En natuurlijk heb je het hele lange rechte stuk. Maar daarna heb je eigenlijk, je hebt eerst een soort van, het is niet echt een chicane, want het zijn 3 bochten. Dus eigenlijk een soort dubbele chicane of zo. Ik weet niet hoe je dit moet noemen. Dan heb je weer een lang rechtstuk, dan heb je weer een chicane. Dan heb je een heel bochterig gedeelte met S's. En dan het stadiongedeelte, sector 3, is helemaal low downforce, low speed, trage bochten, et cetera. Dus het is best wel, ik weet niet, ik blijf het een best wel bijzonder circuit vinden als wij bezig zijn ons eerste rondje in Q1 en dat geeft ons uiteindelijk hier door die mooie SS-sectie een eerste tijd die niet echt heel denderend is. Het is altijd hier, mis ik ook volledig bijvoorbeeld een Apex, dat je toch merkt van eigenlijk moet je heel veel oefenen, wil je een baan echt onder de knie krijgen. En vaak blijft het bij mij steken op ongeveer een half uurtje training. En dat is gewoon te weinig. Denk ik zeker omdat het eigenlijk de eerste keer is. Elke keer dat ik zonder racelijn natuurlijk nog rij. Het allereerste seizoen ooit dat ik rij zonder racelijn. Geeft mij een 1.16.6. Mijn rondje daarna zie je vooral dat ik hier in sector 3 best wel wat tijd weet
te winnen. Je kon hier best wijd gaan. Waar ik ging, ging eigenlijk buiten de baan. En op een manier kreeg ik daar geen tracklimit voor. Maar dan vervolgens fok ik de laatste bocht volledig op. Waardoor ik mijn tijd niet weet te verbeteren. Dan gaan we even naar binnen. Gaan we nu een setje banden zetten. Ook was er kennelijk wat schade aan de vloer. Misschien omdat ik daar iets te veel over de curb ging in mijn eerste run in het stadiongedeelte. Proberen we het opnieuw. Staan we inmiddels 20ste. Niet heel lekker. Kijk, ik pak hier ook veel curb. En op zich had ik daar wel de afstelling voor dat het kan. Om dus mijn wagen wat hoger te leggen. Et cetera, et cetera. Je hebt allerlei, allerlei opties. Zodat je veel curb kan pakken. Zonder dat dat schade aanbrengt. Maar wellicht dat ik daar toch wat schade heb gepakt. Vooral hier in de eerste sector. Gewoon zoals ik zei. Vaak over die broodjes heen. Omdat dat toch wel vaak de snelste weg richting de finish is. En dat is uiteindelijk de bedoeling van kwalificatie. En überhaupt van racen. Zo snel mogelijk bij die finish komen. Als je ziet dat we hier ongeveer een halve tiende gepakt hebben als we hier door die S-sectie gaan. En daar kun je echt veel tijd winnen en verliezen. Je ziet aan mijn stuurbewegingen dat ik nog niet helemaal confident ben op de beste lijn. En sowieso zou die helemaal flat out moeten kunnen. Maar misschien is dat ook een beetje door de setup. Dat ik daar af en toe ja, eigenlijk iets van mijn gas af moet. Waar dat eigenlijk niet zou hoeven. Het heeft ook een beetje met durf te maken en het goede moment van insturen. Maar uiteindelijk hier in sector 3 pakken we zo ontzettend veel tijd. En die eerste tijd was echt dramatisch, die 1.16.6. Het wordt nu al een 1.16.3, maar nog steeds is dat niet voldoende om onze plek te verbeteren. Nog steeds staan we op die 20ste plek en hebben we dus nog maar één kans. We hebben nog maar brandstof voor één rondje en het moet ons dus nu gaan lukken. En het zou toch triest zijn als je met deze auto, met deze performance, jezelf niet eens in Q2 weet te rijden. Maar je ziet al, we hebben een verbetering van bijna een halve seconde hier. Als we door de tussenmeting gaan van sector 2. En zo zie je maar weer net iets meer confident. Misschien ook net iets meer grip. En net iets beter op het juiste moment insturen, et cetera, remmen. Oefening baat dan toch wel kunst. En we verbeteren onze tijd nogmaals met bijna een seconde. Nadat we net al een halve seconde wonnen. Dus we hebben bijna anderhalve seconde gewonnen tussen onze eerste run en onze laatste run. Uiteindelijk eindigen we als 12e. Onze teamgenoot als 10e. We zijn minder dan een 10e langzamer. Dus dat betekent wel dat we er redelijk goed in zaten. Een prima tijd en we zijn door naar Q2. Q2 is een beetje, ja, daar zouden we ongeveer op de wip kunnen zitten. Van we zouden het net kunnen halen of net niet. Als we maar net dat rondje eruit kunnen persen, weet je. Als we net het verschil kunnen maken. Als je hier ziet dat we bezig zijn onze eerste run. En weer die apex ingaan van het stadion die ik echt volledig mis. Ik moet altijd wel zeggen, op het moment dat je terugkijkt zie je het veel beter dan dat je zelf aan het racen bent. Want dan kun je er niet zo goed op letten. Dus ik zie dat altijd eigenlijk achteraf pas. Van daar had ik toch wel wat eerder moeten remmen. En je ziet dat het me op dat punt best vaak gebeurt als onze eerste tijd een 1.15.5 is. Even ter vergelijking, we gingen door naar Q2 met een 1.15.3. Dus in principe is daar sowieso nog wel wat winst te behalen. De vooruitgaande dat de baan nog even snel is als een Q1. Maar eigenlijk zou er meer grip moeten liggen. En dat zou je zeker in dit soort secties als dit punt van het circuit moeten merken. Als je ziet dat we wel aan een verbetering bezig zijn. Nu die apex wel raken. En daar in één klap gewoon een 10e pakken. Maar dan vervolgens fokken we deze weer op. Dus het is dan toch altijd best wel moeilijk. Een snel rondje rijden. Dat zou in principe moeten kunnen. Maar elke bocht nelen in één rondje is gewoon moeilijk. Je ziet ook veel overstuur opkomen van het rechte stuk. Uiteindelijk gaan we naar een 1.15.4. En dat betekent dat we minder snel zijn dan in Q1. En uiteindelijk plaatsen we ons als 13e voor de Grand Prix van Mexico. Het is tijd voor de Mexicaanse Grand Prix. Een race die Honda in 1965 voor het eerst won. De Amerikaan Richie Ginter won vanaf de derde plaats op de grid. En wat te denken van de Honda aangedreven auto's van dit jaar? Red Bull was de afgelopen seizoenen sterk hier. Kunnen ze dat vandaag voortzetten? Ja, eerste strategiegeneuzel. 2-stop of zelfs een 3-stop? Nou, een 3-stop, dat lijkt mij eigenlijk wat te veel van het goede. Dus we gaan voor die 2-stop. Ik hou er dan eigenlijk van om medium soft soft te doen. Maar, zoals je ziet, we beginnen in de regen. Dus waar ik normaal kies om eerst met de trage band te starten, omdat je, ja, wat ik vaak zeg, bij het begin kun je toch niet alles geven van een band omdat je vast achter anderen zit en et cetera, ga ik dat nu wel doen. Want in de regen starten op een medium, dat wordt wel heel moeilijk met grip. En de soft heeft dan toch veel meer grip in de regen. Dus daarom soft, soft, medium. Qua grip penalties, Norris start achter mij, dus dat geeft mij een extra positietje. Maar ook Vettel, Gasly en Alonso hebben een grid penalty gepakt. Dus we pakken uiteindelijk 4 plekken winst. Daardoor Alonso gewoon weer met een grid penalty. Ik snap het niet. Neem gewoon 1 keer die volledige grid penalty. En daarna is het toch x aantal races niet meer nodig. Maar hij blijft maar grid penalties nemen. En dat is voor ons wel een beetje taai. Want dat betekent dus wel dat het moeilijk wordt om punten te pakken voor mijn teamgenoot. Als we weg zijn
onder de regen van Mexico. En Norris gelijk aan onze staart zit natuurlijk Lando Norris met een super, super snelle auto. Ter vergelijking, zijn teamgenootje Daniel Ricciardo rijdt op P1. Jawel, dat betekent dus eigenlijk dat het misschien wel de allersnelste auto is. Als wij op dit moment aan het vechten zijn met Carlos Sainz en dan zomaar Lewis Hamilton zien spinnen. Gelukkig nog net op tijd op de rem kunnen gaan, want anders ram ik mijn voorvleugel in de auto van Valtteri Bottas. Die natuurlijk ook moest uitwijken voor zijn teamgenoot. Het gaat allemaal goed. En we winnen dus een positie bij de start, aangezien Hamilton natuurlijk helemaal achteraan weer moet aansluiten. Hier nogmaals de start, zo gezegd, Ricciardo op P1 in zijn McLaren. En dat betekent dat wij heel veel druk van achteren gaan krijgen, want de snelste auto op deze baan, aangezien Ricciardo op P1 start, zit achter ons. En dat is namelijk Lando Norris, die officieel pole position had. Dus Lando Norris, de man op pole die achter ons start. Wordt een moeilijk verhaal, maar goed. Hier zien we nogmaals hoe Lewis Hamilton wegspint. Toch in die regen ook een klein beetje contact met zijn linker voorwiel op het rechter achterwiel van Daniel Ricciardo. En Lewis is het wel gewend om natuurlijk agressief bij de start, of in ieder geval te moeten battelen met iemand anders die agressief is bij de start. Ditmaal was dat niet Max Verstappen, maar Daniel Ricciardo. Maar ja, ik weet niet, hij zit achter hem. Overigens, dat beeld glitcht heel erg door de regen. Het lijkt elke keer alsof het doorschiet, maar het komt omdat die druppels soort respawnen. Geen idee waarom dat is, maar ondanks dat zie je hier dat hij er wel naast zit. Bocht 1, 2, 3 en dan hier toch met dat linker voorwiel tegen Daniel Ricciardo aankomt. En dan in de regen is de grip dan toch ver te zoeken en wordt er dus gespind door de zevenvoudig wereldkampioen. En op zich, als je een wereldkampioenschap en Hamilton in één zin zegt, moet je ook even Nicolas Latifi natuurlijk benoemen. Geen idee waarom. Maar die rijdt in ieder geval hier heel zijn voorvleugel aan gort. Wat hij doet, ik heb echt werkelijk waar geen idee. Die remt gewoon niet. Prima. Zeker in de regen. Verstandig idee. Moet dan meteen al naar binnen. Nieuwe voorvleugel halen. En dan natuurlijk ook meteen nieuwe bandjes. Als wij nog lekker even een cursus driften nemen natuurlijk hier in die regen. En het is allemaal low speed. Iedereen houdt elkaar een beetje op. Nou, dit gaat allemaal echt allemaal maar net goed. Norris komt dan wel natuurlijk meteen even kijken. Want ja, ik maak een fout. Ik maak meer een fout. Ik heb toch best wel moeite. Zo in de regen. Je ziet die auto schiet toch wel af en toe onder me vandaan. Maar uiteindelijk weten we de boel wel recht te houden. Als we hier zien dat Lewis Hamilton bezig is aan een inhaalrace. En is aanbeland bij mijn teamgenoot. En mijn teamgenoot die wel al wat hazen voorbij is. Wordt hij dan wel ingerekend door Lewis Hamilton. En de hoop is dan een beetje dat hij hem kan volgen. En zijn weg naar voren kan maken. Hier kan Alonso echt laten zien wat hij kan. Maar je ziet wel, Lewis is gestart op de softband. Die moest ook gestart op de softband. Onder de natte condities. Maar mijn teamgenoot op de mediums. En ik denk dat je echt heel veel moeite hebt met de mediums. Hier zo in de regen. Als langzaam de track opdroogt. Hier in het stadion. Ik zomaar langs Sainz terecht kom. Omdat hij vol op de rem gaat. En zomaar langzaam kom. En hij zet gewoon de deur open. Hier zo door bocht 13, 14, 15, 16 en dan uiteindelijk hier bocht 17 hebben we hem te pakken. En je ziet ook dat Norris gelijk mee profiteert omdat Sainz het echt helemaal verpest voor zichzelf. Hier zie je dat in de herhaling. Kijk, ik kom gewoon aan de buitenkant omdat ja, hij vol op de rem gaat. Dan rijdt hij vervolgens dat paaltje van bocht 13 helemaal een gort. En dan gaat hij gewoon aan de kant. Hij gaat gewoon aan de kant. Hier stuurt hij zelfs nog een keer naar buiten toe waardoor dat hij bijna de muur in raakt. Terwijl dat de meer dan genoeg ruimte was aan de binnenkant. Dat zie je eigenlijk mooi vanaf de onboard van Norris. Hier was niet zoveel ruimte. Maar dan vervolgens, kijk wat hij hier doet. Kijk, er is genoeg ruimte hier nog om naar binnen te gaan. En hij stuurt hier nog een keer weg zelfs van Norris. Waarom? Sainz geeft zomaar twee posities weg hier vanuit zijn onboard. Wat doe je? Hij stuurt in, hij stuurt er weg. Misschien was het, ja, het ziet er niet uit als overstuur of onderstuur of weet ik het. Hij gaat gewoon echt aan de kant, zet de deur gewoon open voor Lando Norris. En zo schuif ik op naar plekje nummer 7. Wel meteen het rechte stuk daarna, ja, heb ik die Lando Norris achter me. En die rijdt gewoon in die McLaren. Zijn teamgenoot rijdt niet voor niks op P1. Dat is gewoon de allersnelste auto. Dus ik dacht ook, ik ga hem niet lopen battelen. Want dat kost me waarschijnlijk alleen maar tijd. Laat ik proberen om hem te kunnen volgen richting Perez, et cetera. En dat lukt uiteindelijk ook wel redelijk. Je ziet hier dat zelfs sowieso sector 2, als de baan aan het opdrogen is, wel echt mijn sector is. Ik durf daar meer dan de rest. Ik ga daar ook paars. Je ziet wel een verbetering van 2,1 seconden ten opzichte van onze vorige tijd. Dus daaraan zie je dat de track echt aan het opdrogen is en de regen langzaam wegtrekt. Maar onder leiding van Lando Norris kan ik gewoon aansluiten bij Perez, bij Bottas en Verstappen die daar nog voor zit. En ook nog Yuki Tsunoda die daar ergens tussen rijdt.
En op die manier, als straks de DRS geactiveerd wordt, wat vanaf dit rondje weer kan, je ziet hem hier namelijk geopend worden, kan ik op die manier Sainz ook een beetje van me afhouden. Voor zover dat gaat. Sainz heeft natuurlijk DRS. Stel, ik had geen DRS gehad, was het echt een kansloze bedoeling hier op dat super lange rechte stuk in Mexico geweest. Maar met DRS die ik nog heb op Lando Norris lukt het me wel. Ga ik hier diep in bocht 1. Ja, dat was dan de tactiek kennelijk om te verdedigen. Natuurlijk is het low speed, dus op zich kun je daar niet... Je kunt er wel veel tijd verliezen op één rondje. Maar op het moment dat ik daar heel diep in ga, heb ik wel de lijn. Kan ik voor Sainz blijven en dan kan hij me in ieder geval niet inhalen. Je ziet, ik hou hem ook gewoon binnen de baan. Je hebt daar meer dan genoeg ruimte. En zo behouden we voor nu in ieder geval onze positie. En is het belangrijk om aangesloten te blijven bij Lando Norris. Als je ziet dat Tsunoda inmiddels Verstappen voorbij is. Verstappen lijkt een probleempje te hebben. Als Tsunoda juist de man is die naar binnen gaat, toen dacht ik, oh, misschien heeft Tsunoda dan een probleem. Maar dat heeft hij niet. Die gaat gewoon heel vroeg al naar binnen. Rondje 8, na een nieuw setje softs, komt dan achter mijn teamgenoot Alonso terecht die 16e rijdt, terwijl dat Hamilton inmiddels al 13e rijdt. En zo zie je dat het Fernando dus niet lukt wat Hamilton wel aan het doen is, namelijk het hele veld voorbij rijden vanaf achter. Als je ziet dat ook inmiddels Perez Verstappen heeft ingehaald. En zo lijkt het erop dat Verstappen eigenlijk de hele flikkerse boel aan het ophouden is. Want zelfs Yuki Tsunoda kon hem voorbij, ook Perez kan hem voorbij, terwijl dat hij beter is dan die twee mannen. Dus geen idee wat daar precies aan de hand is als ook Lando Norris hem dan aanvalt. En achteraf blijkt ook, Verstappen had hier schade. Maar ja, laat Lando Norris niet zo makkelijk voorbij. En daardoor, nou dit gaat overigens echt allemaal maar net goed. Kunnen wij Norris zomaar inhalen? Omdat hij wordt opgehouden door Max Verstappen hier in bocht nummer 6. Maar zo gezegd, Verstappen had die voorvleugelschade. Ik heb nergens kunnen terugvinden waar hij die precies heeft opgelopen. Maar voorvleugelschade door S's. Nou, je ziet al, dat is niet echt een succes. En zo zijn we er eigenlijk heel simpel ook voorbij bij Verstappen. Inmiddels heeft Perez al een gat getrokken van 1,6 seconden. Dus dat laat zien hoe erg Verstappen de boel aan het ophouden was. Want het is in een half rondje tijd gebeurd. Natuurlijk waren wij wel aan het battelen. Dat kost ons ook wat tijd. Dat is allemaal wel waar. Maar ja, Verstappen ging erg traag. En wordt in één rondje tijd door 4 man uiteindelijk ingehaald. Of eigenlijk 3. Ik weet niet of Norris hem nog pakt. Want uiteindelijk voor het einde van dit rondje, snap je wel, gaat Verstappen naar binnen. Sowieso rondje 10 was een beetje het rondje dat de eerste mannen hun pitstop gingen maken. De mannen die op een twee-stop-strategie zaten. Nou, je zag Tsunoda voor het rondje al naar binnen gaan. Maar die zit denk ik op de 3-stop. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon veel tijd kosten omdat je een nieuwe voorvleugel moet halen. Als je ziet dat ook de leider in de wedstrijd samen met de nummer 2... En nee, het zijn geen Red Bulls, het zijn geen Mercedes'en. Nee, het is Daniel Ricciardo en Charles Leclerc die naar binnen gaan voor een eerste pitstop. Ingaan van rondje nummer 11, oftewel einde rondje nummer 10. En daarachter komt dan dus ook Max Verstappen naar binnen, zo gezegd. Die moest een nieuwe voorvleugel gaan halen. Gaat ook meteen voor die pitstop, dus op zich verliest hij niet heel veel tijd. Hij hoeft geen extra stop te maken. Als je ziet dat ook Lewis Hamilton binnen is. Hij hoeft geen extra stop te maken voor die nieuwe voorvleugel. Want die stop zou hij sowieso nu gaan maken. Als een rondje later ook Bottas en Perez naar binnen gaan. En ik laat me weer volle bak undercutten. Maar ik dacht, ja, mijn banden zijn nog zo goed. Het is zonde om nu al naar binnen te gaan. Als je ook ziet dat Lando Norris achter mij naar binnen gaat. En ik ondertussen nog gewoon goede tijden klok. Ook Ocon binnen. En ook Carlos Sainz binnen. Iedereen van soft naar soft. Dus iedereen gaat voor die soft-soft-medium strategie. En je ziet, kijk, ik rijd nog gewoon groene sectoren. Ik ben met 16 aan het verbeteren. Dus ik dacht, nou, die banden zijn nog helemaal niet op. Ik hoef nog helemaal niet naar binnen. Maar ja, de angst is wel dat zij hem alsnog undercutten. Want ik heb nog wel goede banden. Maar ze hebben natuurlijk nog betere softs. Want wij zijn ondertussen wel heel wat rondjes oud. Terwijl dat die van hun gloedje nieuw zijn. Als ik een rondje, einde rondje 12, ingang rondje 13, ook mijn pitstop maak. En je ziet een supersnelle stop van mijn team. 1,8 seconden. En ik dacht, oké, dit moet zorgen dat ik die undercut tegengaan van die mannen. Maar ondanks dat, je ziet een aantal andere mensen nog op een alternatieve strategie die me sowieso voorbij zijn. Maar Sainz weet me alsnog te undercutten. Ocon lukt het niet. Norris lukt het ook niet. Norris lukt het echt maar net niet. Dus daarop heb ik geen tijd verloren. Maar op een manier heeft Sainz me wel gepakt. Maar ik heb natuurlijk Verstappen weer ingehaald. Ik dacht toen op het moment dat ik aan het racen was, oh my god, ik heb Verstappen geundercut. Nou, uiteindelijk weten we allemaal wel beter. Hij had gewoon schade en dat is de reden dat ik hem geundercut heb. Hij heeft gewoon een lange pitstop gehad, omdat hij een nieuwe voorvleugel moest pakken. Als we inmiddels ook Carlos Sainz weer voorbij zijn. En die wordt ook meteen weer ingehaald door Lando Norris. Sainz sowieso dus nu voor de tweede keer al deze Grand Prix. Dat hij twee posities in één klap verliest. Omdat hij hier dus ook meteen Lando Norris aan zich voorbij ziet gaan. Daar diep in gaan bocht 1. Ik merkte dat dat een prima manier was. Want ik hoefde die apex hier helemaal niet te halen. Als ik hier wijd uitkwam, zat ik hier aan de binnenkant van bocht 2. En
kan Sainz geen kant op. Daardoor moest hij nog extra liften en daardoor verliest hij dus waarschijnlijk ook de plek aan Lando Norris. En wij schuiven een plekje op en rijden inmiddels op P7 als onze teamgenoot voor ons zit, die natuurlijk op de alternatieve strategie zit. En uiteindelijk hebben we dus om het even gespeeld met de pitstops, want we hebben Verstappen ingehaald en we zijn weer ingehaald door Sainz, maar die hebben we nu alsnog gepakt. Dus ik denk dat we op positie op vooruit zijn gegaan. After all, als we zien dat George Russell hier uitvalt en hem op een goede plek neerzet, kennelijk. Want geen safety car, helaas van mijn teamgenoot, want die moest naar binnen. En die gaat hier voor een nieuw setje softs en komt dan vervolgens wel echt ver achteraan weer terug de baan op plek 17. Als je ziet dat Hamilton inmiddels dus 13e rijdt. Met hem kun je mij eigenlijk wel goed vergelijken, want ze reden in rondje 2 nog samen. Als Yuki Tsunoda in rondje 17 alweer binnen is. En dat betekent de bevestiging hier nu dat hij op een 3-stop zit. Want hij gaat weer naar een setje softs. Dus hij is nu soft, soft, soft. Dus hij moet nog een keer stoppen. Want ja, je moet nou eenmaal aan het bandenreglement voldoen. En daarvoor moet je 2 verschillende setjes banden hebben gebruikt. En dus schuiven wij nu op, denk je tijdelijk, naar P6. Want natuurlijk, Tsunoda heeft een pitstop extra gemaakt ten opzichte van mij. Maar het mooie is, Tsunoda gaat nog een keer een pitstop moeten maken. Dus we zitten eigenlijk nu, allebei moeten we nog 1 pitstop maken. Dus we hebben hem daadwerkelijk gepakt, omdat hij op een oliedomme strategie zit. Ik zei het van tevoren al, 3-stop. Dat is echt wat te veel van het goede. En zo rijden we zomaar op plekje nummer 6. Dan zijn we eigenlijk best lekker bezig in deze race. Wel hebben we de druk van achteren van Sainz. Inmiddels is Max Verstappen ook weer aangesloten. Dus nu die weer een auto heeft die geen schade heeft, zie je wel de ware pace van de Nederlander in de Red Bull. En die is toch wel hoger dan die van ons. Dus de druk van achteren gaat komen. Want ook ergens gaat een keer Lewis Hamilton natuurlijk nog aankomen. Laten we dat niet vergeten. Als we zien rondje 21 de leiders in de wedstrijd, Daniel Ricciardo en Charles Leclerc naar binnen voor die soft, soft, medium strategie. Als allereerste willen zich niet laten undercutten. Komen dan maar net achter ons terecht. Terug de baan op. En wij moeten dus nog die pitstop maken. Kun je nagaan hoe snel die McLaren en die Ferrari wel niet zijn. En dat zijn ook de mannen, hun teamgenoten, waar ik mee aan het battelen ben. Als je ook ziet dat Max Verstappen dan binnenkomt in rondje 21. Dat is dus tegelijk met Ricciardo en met Leclerc. En Sainz is ons aan het aanvallen en dit is niet lekker, want dit is onze inlap. En onze inlap is super belangrijk, want Verstappen zit op zijn outlap en die wil ons undercutten. Dus deze lap moet zo snel mogelijk gaan en dan ben ik aan het battelen met Carlos Sainz. En dat kost je altijd alleen maar tijd. En dan gaan wij vervolgens naar binnen voor onze pitstop, samen met onder andere Norris en Sainz. Sainz die overigens is ingehaald door Ricciardo en Leclerc al, dus die viel uiteindelijk een stukje weg. En dan zijn al die mannen binnen, ook Bottas is binnen. Iedereen doet die soft, soft, medium. Dus eigenlijk iedereen hier voorin op dezelfde strategie, behalve Yuki Tsunoda. En dan is de vraag, waar komen wij terug de baan op? Hier Alonso, samen met Max Verstappen. Verstappen heeft ons ziekelijk geundercut, maar dan ook echt ziekelijk geundercut. Hier nogmaals vanaf mijn auto gezien. Mijn eerste stop ging in 1.8, deze in 2.5. Iets trager dus. Verstappen zat een halve seconde achter ons voor de pitstops. En zit nu 2,5 seconden voor ons. Heeft dus 3 seconden gepakt door 1 rondje eerder naar binnen te gaan. Het is echt te bizar voor woorden. Norris nu ook wel dik voor ons. Maar ja, die reed gewoon in een te snelle auto. Dus uiteindelijk in de vrije lucht reed hij wel van ons weg. En de vraag is, waar kunnen wij uiteindelijk nog belanden? Rijden nu op P11, maar voor ons zitten nog een aantal gasten die naar binnen moeten. Onder andere onze teamgenoot. Als wij inmiddels meekijken hier voorin, de battle om P1 tussen Daniel Ricciardo en Charles Leclerc. En ze rijden ver voor het rest van het veld. Ver voor de Mercedes'en, ver voor de Red Bulls. En dan denk je, jongens, hou elkaar heel. Jullie kunnen samen naar het podium, maar wat gebeurt hier dan? Daniel Ricciardo komt met zijn voorvleugel tegen het linker voorwiel aan van Charles Leclerc. En 1 rondje na zijn vorige pitstop moet hij wederom naar binnen. Hij heeft die mediums dus maar 1 rondje gebruikt. Krijgt een nieuw setje mediums en een nieuwe voorvleugel. En Ricciardo vergooit hier zijn kans op de winst. Ook Sebastian Vettel is binnen. Die had natuurlijk een grid penalty gepakt. Dus niet heel boeiend is dat. Ook Schwartzman is binnen. En vanaf mijn auto ziet het dan allemaal zo uit. Ik zie zomaar opeens dat de leider in de wedstrijd, de man, check even op de minimap hoe ver Leclerc voor de rest van het veld rijdt. Die rijden gewoon het volledige rechte stuk voor op ons. Dat is gewoon oprecht 15 seconden die ze voor liggen. En dan vergooit hij het zomaar. Ricciardo moet naar binnen. Die positie pakken we dus gratis. Want hij heeft een extra stop gemaakt. Nou, uiteraard pakken we Alonso. Die moet sowieso nog een pitstop maken. Dus dat boeit sowieso niet echt. En ook is Schwartzman naar binnen. En zo rijden we weer terug op plekje nummer 7 achter Max Verstappen. Die een beetje wordt opgehouden nu door Sergio Perez. We weten nog,
dat Tsunoda zit nog voor ons. Die rijdt op dit moment op P2, maar Tsunoda moet nog een pitstop maken. Dus effectief rijden wij eigenlijk op P6. Want je ziet hier uiteindelijk in rondje nummer 25 dat Tsunoda naar binnen komt. En dat betekent dat we nu gaan opschuiven naar P6. Fernando Alonso, onze teamgenoot, ja, zijn race is eigenlijk wel over. Die moest ook nog een pitstop maken en die rijdt nu ergens helemaal achteraan. Doet er eigenlijk niet toe. Na die grid penalty was het wel redelijk klaar. Als je ziet hier vanaf onze onboard nogmaals. Wij maken hier een grote fout. Maar pakken daardoor wel Tsunoda. Sainz weet ons daarom wel te pakken. En zo blijven we alsnog op P7. Maar ik dacht, weet je, Sainz, die heb ik al twee keer ingehaald deze race. Als ik daarbij kan blijven, dan is het prima. De man achter ons is op dit moment Lewis Hamilton. Die dus wel die inhaalslag heeft gereden die mijn teamgenoot niet kon rijden. En Tsunoda, die valt helemaal terug naar plek nummer, ja, wat is het, 16 of zo. Echt een fantastische strategie heeft die gehanteerd. Wij willen dan Sainz gaan volgen, want dat is eigenlijk het enige wat nog speelt voor ons, P6. Sainz haalt dan vervolgens Perez in. En dan denk ik, oké, misschien dat het niet lukt om op Sainz te jagen, maar we kunnen nu wel op Perez gaan jagen. Zij zijn met elkaar aan battelen, ik kan dus aansluiten. Hier zie je nogmaals een herhaling. En ik heb niet echt druk van achter. Want achter mij zitten Hamilton en Ricciardo. Ricciardo die natuurlijk een extra stop heeft moeten maken door schade aan zijn voorvleugel. En Hamilton die in de eerste bocht spinde, of in de derde, die ook helemaal vanaf achter is terug moeten rijden. Maar die zitten 6, 7 seconden achter ons. Dat rijdt hij niet goed in 6 rondjes. Ondanks dat ze sneller zijn dan ik, zijn ze ongeveer een half seconde per rondje sneller. Dus ik val hier dan vervolgens op dat lange rechte stuk Perez aan en weet hem te pakken in rondje nummer 30. En vanaf nu weet ik, oké, ik rij op P6... Ik moet proberen in de DRS-zone van Sainz te blijven. Je ziet dat ik daar net niet in zit. Want die DRS ga ik nodig hebben om me te kunnen verdedigen ten opzichte van Sergio Perez. Want Perez gaat nu juist die slipstream krijgen. Gaat nu juist die DRS krijgen. En gaat makkelijker met zijn batterij kunnen spelen. Terwijl dat ik op het moment dat ik geen DRS heb, alles moet geven om te verdedigen. En dat gaat me nooit 6 rondjes lang lukken. Dus het is essentieel dat ik in de DRS van Carlos Sainz blijf. Ook omdat ik zelf een beetje wil sparen om eventueel te kijken of ik zelf Sainz nog aan kan vallen. Als je ziet hier in rondje 31 dat Sainz van ons wegrijdt. Uiteindelijk is die auto dus toch te snel. Maar op zich is dat ook geen verrassing. Want wie rijdt er helemaal eenzaam vooraan? Dat is Charles Leclerc, de teamgenoot van Carlos Sainz. Dus misschien was de Ferrari samen met de McLaren wel de best lopende auto op het circuit van Mexico. Beter dan de Mercedes, beter dan de Red Bull. En dat betekent nu wel dat ik dus geen DRS heb. En me nog 5 rondjes moet gaan verdedigen ten opzichte van Sergio Perez. En dat lijkt me een onmogelijke taak. Als we opeens zien gele vlag en we kijken in onze achteruitkijkspiegel en Perez valt weg. Waarom? Perez is de man die die gele vlag veroorzaakt. Hier zien we het wederom een Honda motor die het begeeft. Overigens in de achtergrond zie je ze al aankomen. Hamilton en Ricciardo aan een inhaalrace bezig. Maar met nog 4 rondjes te gaan is de druk van achteren voor mij volledig weg. Je ziet dat Ricciardo en Hamilton eigenlijk niet eens meer dichterbij komen. En het gat is nog steeds 6 à 7 seconden. En met het laatste rondje te gaan zit ik hier binnen een halve seconde van Carlos Sainz. En zit wellicht P5 er nog in als wij een groene sector 1 neerzetten. We zijn aan het jagen. Je ziet dat we alles aan het geven zijn. Maar uiteindelijk komt Charles Leclerc hier over de streep. Hebben we hier Mazepin nog tussen zitten. En gaat er nog bijna helemaal mis in die laatste ronde. Als het vuurwerk al wordt afgeschoten voor Charles Leclerc, is daar even geel. We probeerden eigenlijk nog aan te vallen bij Carlos Sainz. Maar wat die Mazepin hier weer doet in de laatste ronde. En ik heb echt geluk, hè. Want als mijn voorwielstang afbreekt, dan is het gewoon klaar, hè. Dan heb ik gewoon een DNF, heb ik geen punten. Terwijl ik gewoon op P6 rijd. Maar wat de hel doet hij? Het is echt ongekend. Ik verlies mijn volledige voorvleugel. Gelukkig is het rondje 36 een fucking achterblijver. Achterblijver, blauwe vlaggen, maar ja, we kennen hem, Nikita Mazepin. Niet altijd even tactisch met dit soort dingen. 2 groene sectoren. Gaven we nog bijna een kans om Sainz te pakken. Uiteindelijk P6, prachtig gedaan. Leclerc wint hem voor Bottas en uiteindelijk nog gewoon Lando Norris op P3. Dat laat zien hoe snel die McLaren was. Want eigenlijk had hij natuurlijk op P1 Daniel Ricciardo moeten staan. Maar ja, die had schade aan zijn voorvleugel, moest een 3-stop doen. Je ziet dat ik daardoor Ricciardo weet te pakken. Ook pak ik Hamilton, die natuurlijk spinde. Uiteindelijk hebben zij niet genoeg om erbij mee te komen. Ik verlies een positie aan Norris, die achter mij startte, maar veel te snel was. En ik win uiteindelijk ook een positie ten opzichte van Yuki Tsunoda, die natuurlijk de keuze maakte om vrijwillig voor de 3-stop te gaan. Oliedom, maar goed. Net zoals Kimi Raikkonen valt ook terug. Mijn teamgenoot
weet hem uiteindelijk maar van P20 naar P16 te zetten. En natuurlijk de laatste positie die wij gepakt hebben is ten opzichte van Perez, die is uitgevallen. Ik heb dus 4 posities gewonnen, 1 verloren. Uiteindelijk dus als 9e gestart en als 6e gefinished. Geeft ons weer best wel wat punten en we komen heel dicht in de buurt bij Pierre Gasly. Het gat is nog maar 7 punten en dat is dus zeker nog mogelijk om 9e te worden in het klassement. Je ziet dat Sainz, ja, dat wordt wel onhaalbaar. Zeker omdat die Ferrari echt ontzettend goed is. In tegenstelling tot de Alfa Tauri die juist wat aan het inleveren is. We zijn inmiddels de betere auto dan de Alfa Tauri. We zijn nog steeds slechter dan de Ferrari. En ook in het constructeursklassement is het zeker nog mogelijk om die Alfa Tauri te gaan pakken. Daar heb ik dan wel ook een beetje de hulp van mijn teamgenoot bij nodig. Want je merkt wel dat Alonso wederom geen punten pakt door die vele gridpenalties. Laten we hopen dat die volgende aflevering wel weer voor de punten kan gaan. Wij krijgen er in ieder geval 2,22 miljoen bij. Dat is niet waar, maar een totaalbedrag is 2,22 miljoen. We krijgen er iets minder bij. En we zijn nu level 15. Dat is ook niet onbelangrijk. Dat betekent dat we een derde sponsor aan kunnen gaan trekken voor volgende aflevering. Ik hoop jullie dan weer te zien. Vergeet je niet te abonneren. Tot dan en later mensen.